Wat moet je doen als je ziek wordt tijdens het droogtrainen? In deze video zie jij het antwoord. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik met jullie delen wat je kan doen als je ziek bent tijdens het droogtrainen om ervoor te zorgen dat jij niet te veel spieren verliest, dus dat je gewoon vooruit kan blijven gaan en zo snel mogelijk weer beter gaat worden. De reden dat ik deze video maak is dat je tijdens het droogtrainen wat sneller ziek wordt. In de afgelopen 4 jaar met droogtrainen ben ik wel zelfs 3 keer ziek geweest, terwijl ik normaal tijdens het bulken nooit ziek word. Tijdens het droogtrainen heb je gewoon wat minder weerstand, omdat je ook minder voeding binnenkrijgt en dan heeft jouw lichaam minder energie om alles te herstellen en ziektes buiten te houden. Dus dan ben je iets gevoeliger om ziek te worden. En dit jaar, net dat ik een maandje bezig was met droogtrainen, was ik weer ziek geworden. Ik had iets van een buikgriepje of zo. Ik was gewoon 2 dagen echt ziek. Ik ben geen dokter, dus ik ben niet een expert op het gebied van immuunsysteem of wat dan ook. Alleen, ik heb wel natuurlijk al een beetje ervaring met fitness en droogtrainen. En ik dacht, laat ik het gewoon in deze context uitleggen. En wellicht heb je er wat aan. Dus allereerst, wat erg belangrijk is als je ziek bent tijdens het droogtrainen, is dat je gewoon goed rust gaat houden. Je hoort het natuurlijk van iedereen. Iedereen zegt het tegen je. Alleen het is soms voor sommige mensen toch nog moeilijk. Ook met sport heeft dit te maken. Ga even volledige rust nemen. Het heeft geen zin om te trainen. Als jij een zware training gaat doen als je ziek bent, dan heeft je lichaam moet het ook weer daarvan gaan herstellen. Dan moet je spieren weer gaan herstellen. Dus dan heeft het minder energie over om die ziekte zo snel mogelijk weg te krijgen. Waardoor je dus minder snel beter bent. En prioriteit moet echt zijn natuurlijk om zo snel mogelijk weer beter te zijn. Als je je goed voelt, kan je eventjes naar buiten gaan, een rondje lopen, een frisse neus halen. Dat kan vaak toch wel helpen zodat je weer opknapt. Maar luister vooral naar je lichaam. Als jij echt moe bent en je hebt totaal geen zin om te bewegen of te sporten, dan zou ik het dus gewoon zeker niet doen. Probeer echt goed te slapen. Als je ziek bent is het niet gek om heel veel in bed te liggen en veel te slapen. Als je slaapt herstelt je lichaam en is het dus ook bezig om die ziekte naar weg te werken. En dan het volgende, voeding, eten. Dat is natuurlijk erg belangrijk voor je lichaam om weer op te knappen. Mijn advies, wat bij mij heeft gewerkt, is probeer gewoon te eten waar je zin in hebt, wat je lekker vindt en waarvan jij zeker weet dat je het binnenkrijgt en dat je het binnen kan houden. Jouw lichaam herstelt door onder andere genoeg voeding binnen te krijgen. En als jij tijdens droogtrainen dus, als je ziek bent, te snel afvalt, dan is dat zonde als jij niks binnenkrijgt, omdat je dan gewoon heel veel spieren gaat verliezen. Dus je moet echt proberen om toch wel wat te eten. Over het algemeen, dingen die ik afraad tijdens het ziek zijn dingen die zwaar verteerbaar zijn. Die bijvoorbeeld, dingen die heel vet zijn, die vallen vaak zwaar op de maag. Zo had ik bijvoorbeeld op zondagavond, had mijn zusje hartige taart gemaakt. En ik dacht, dat is best wel lekker, ik ga het toch even proberen. Maar ik wist al dat die erg vet was. Ja, 's avonds kwam die er weer uit en dat is gewoon zonde. Dan verlies je al de voedingsstoffen die je die dag, dan verlies je gewoon een groot deel van de voedingsstoffen die je die dag binnen hebt gekregen. En dan zou je niet snel van herstellen. De volgende dag, nadat ik dus mijn hartige taart weer eruit had gegooid, ging ik droge biscuitjes eten op advies van mijn moeder. En dat werkte heel goed. Dat vond ik erg lekker. Kreeg ik goed binnen. Bleef gewoon binnen. En daar knapte ik enorm van op. Verder had ik ook een kippensoep. Dat wordt heel vaak aangeraden als mensen ziek zijn. Kippensoep zit heel veel goede voedingsstoffen in. Wat eiwitjes in de kip. Er zit vocht in. Dus dat is ook sowieso goed. Dus dat kan ik zeker aanraden. Daarnaast is het belangrijk om genoeg water te drinken. Vocht binnen te krijgen. Als je geen zin hebt in water, kan je het natuurlijk ook in een andere manier binnenkrijgen. Door bijvoorbeeld wat limonadesiroop met water te mengen. Dan wel de zero natuurlijk. Of thee te drinken. Of een andere vorm wat jij chill vindt. Ook is fruit eten heel goed. Daar zitten veel vitamines in. En het is toch wel lekker om binnen te krijgen. Dan wordt vaak een banaantje aangeraden. Een banaan is licht verteerbaar. Er zit veel energie in. Calorieën zitten erin. En het is gewoon makkelijk weg te eten. Het smaakt ook nog goed. Dus dat kan ik zeker aanraden. Om zoveel mogelijk spierverlies tegen te gaan, is het belangrijk om voldoende eiwitten binnen te krijgen. En dan begrijp ik zeker dat het moeilijk is als je ziek bent, omdat je dan weinig trek hebt. Maar probeer dan dus dingen te eten waar veel eiwitten in zitten, maar die jij op dat moment ook gewoon echt lekker vindt om te eten. En wat ook belangrijk is, is dat nadat jij ziek bent geweest, je eventjes een weekje weer even gaat aansterken. En ik raad dan aan om dus iets meer te gaan eten dan dat je voordat je ziek werd deed. Om gewoon even op te knappen, je lichaam weer even vol te stoppen met voedingsstoffen. En op die manier dat je gewoon weer even aansterkt. En als je ziek bent, dan gaat je stofwisseling waarschijnlijk ook erg omlaag. Omdat je gewoon minder voedingsstoffen binnenkrijgt, minder calorieën binnenkrijgt. Dus op deze manier, die week nadat je ziek bent geweest, kan je je metabolisme weer even een boost geven door iets meer te gaan eten. En qua sporten, doe dat echt pas weer als je dus echt fit bent. En je het idee hebt dat je gewoon weer zin hebt om te sporten en dat je dat weer aan kan.
En die eerste training doe dan ook gewoon rustig aan. Ga niet gelijk weer met het gewicht van voordat je ziek was. Maar doe bijvoorbeeld gewoon even de helft van wat je normaal doet. En dan kijk je zo of je het weer rustig aan kan opbouwen. Oké, de conclusie en een korte samenvatting. Het kan dus gebeuren dat je tijdens het droogtrainen ziek wordt. Omdat je gewoon minder weerstand hebt. Raak dan niet in paniek, maar focus erop om weer zo snel mogelijk beter te worden. Neem goed rust. Ga niet te actieve dingen doen. Ga gewoon lekker veel op de bank liggen of op het bed liggen. Probeer goed te slapen. Dat is ook erg belangrijk. Daarin herstel je ook. Ga eventjes niet sporten, hoe moeilijk het ook is. Geef je lichaam even volledig rust. En probeer gewoon te eten wat goed voelt, waar je zin in hebt. En waarvan je zeker denkt dat je het binnen gaat krijgen en binnen gaat houden. Want als jij je eten eruit gooit, ja, dan is het zonde. Dan neem je niks van die voedingsstoffen op. En dingen die je kan eten, dingen die goed zijn. Gewoon zorg dat je genoeg vitamines binnenkrijgt. Fruit kan erg goed zijn. Kippensoep, bouillon, drink goed water. En bij mij werkt het heel goed om biscuitjes te eten. En de week nadat je ziek bent geweest, focus vooral echt op even aansterken. Eet wat meer dan normaal, zodat je metabolisme weer wat omhoog gaat. En ga pas sporten als je je echt weer fit voelt en bouw dat ook rustig op. Dan moet het goed komen. Zo heb ik dat ook aangepakt. Ik was tijdens dat ik ziek was wel even iets meer afgevallen. Maar daarna ben ik gewoon weer snel aangesterkt. Zat ik snel weer op oude niveau qua kracht. En dan is er niks aan de hand. En dan kan je daarna weer gewoon de draad oppakken. Nou, dit was de video. Ik hoop dat jij er wat aan hebt gehad. En als jij het droogtrainen echt serieus aan wilt pakken. En je wilt nog eventjes knallen voor de zomer. Of je vindt het juist moeilijk om veel te eten en spiermassa op te bouwen. En je wilt hierbij geholpen worden. Stuur mij dan een berichtje op Instagram naar nathan.gootjes. En dan kijken we samen verder hoe ik jou hierbij zou kunnen helpen. Ik heb plek voor maximaal 10 personen. Dus wees snel met het berichtje en dan kijken we of ik jou verder kan helpen. En vond je dit nou een leuke video? Vergeet hem dan zeker niet een like te geven. Want dat is de enige manier waarop dit kanaal wordt aanbevolen aan meer mensen. En het dus groeit. Daar zou je mij enorm mee helpen. En verder, als je nog niet geabonneerd bent op het kanaal, doe dat ook even. Zodat je geen enkele video meer mist. En voor nu zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.